Beetje apart wat ik nu doe. Back from the dead. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Anne Palt. Ja, het is een beetje donker in de kamer, weet ik. Maar ik ben pas net wakker. Hoe laat ben je dan wakker geworden? Uur of 7. Nou, net voor 7 uur dan. Dus ja, ik ben nu pas wakker omdat ik pas 9 uur 's ochtends ging slapen. Ik ben helemaal nog een beetje brak, maar echt. Ik ben toen wel dom voor me geweest. Ik ben een soort van een beetje een nachtje door geweest. Maar ja, ik ben gelijk gaan slapen en ben nu pas wakker. Maar ik heb reacties gekregen van je camera is slecht, dat weet ik. Zullen jullie helaas mee moeten doen, want hoe kan ik het uitleggen? Nou, ik vertel nog niet echt het hele verhaal, want ik zeg al, misschien, ik ga nog even over nadenken, misschien zeg ik wel binnenkort waarom. Want ik heb ook natuurlijk soms privé leven natuurlijk. Dat begrijp ik, dat heb iedereen wel eens. Dit vlog waarschijnlijk heel kort wordt. Denk ik dat jullie al de reden wel weten. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden, maar ja, ik ben natuurlijk net wakker en de dag is al bijna om. Het was al snel, ja, trouwens. Dus, maar ik heb zelf eigenlijk trouwens ook helemaal niet eens gegeten, dus misschien dat ik zo meteen even ga eten. Dus heb ik ook geen tijd gehad om dat ene L te halen, maar of misschien heeft mijn vader dat toch gehaald. Ik weet niet, maar dan ga ik zo even kijken. Hij heeft in ieder geval die plank al gemaakt. Dus die is al eigenlijk af. Dus alleen nog een L en het is klaar. Ik kan het al neerzetten. Dus dat gaat al helemaal op. Nog een beetje troep op mijn kamer. Moet ik het nog natuurlijk een keer opruimen. Dus, maar ik kom wel goed. Ik heb wel vertrouwen in. Het is een beetje apart wat ik nu doe. Ik heb hier nu eten staan voor vanavond. Het is een beetje raar, weet ik. Een beetje rare tijd om nu te eten, want het is over een minuut, 1 minuut, is het 12 uur, dus een beetje raar tijd om 12 uur dat ik ga eten. Waarom ben je zonder mij mee nog wakker? Nou, zoals je hebt aan het begin al gezien, was ik een beetje fucking dom. Ik ging heel erg opblijven. Dat was niet zo slim van mij, dat heb ik natuurlijk al verteld. Maar ik vind nu gewoon dat het niet slim van mij is. Ja. Dan ik had natuurlijk ook al gemeld dat de vlog waarschijnlijk al kort wordt. Maar dan ga ik nu even eten. En drinken, staat ook daar, staat er net echt precies net achter daar zo. En dan, ja, even lekker eten. Nou, nu heb ik wat anders in me gepakt. Heb ik dubbel pla. Maar denken jullie vast wel van, hè? In zijn bakje, ja. Want er is, ja, als ik hem nu in een bakje schaaltje ga doen, dan kan hij net, ze zijn al vast wel nog een half. Zoiets nog wel wat in dat je nog wat bij kan doen. Dus dan dacht ik, knip gewoon dat uit. De bovenkant knip ik dan uit. En dan gooi ik eet ik gewoon zo in een bakje op. En natuurlijk weer melk gehad. Ja, ik heb hem snel opgezet te drinken. Ik ben zo dol op melk. En trouwens ook dubbelstaart ben ik ook zo dol op, jongen. Oh. Het staat zo lekker. Dit is trouwens wat dubbelvlat, toch? Ik zie zelf dat dubbelvlat te roepen, maar. Oh ja, dat staat al precies hier zo, staat dat. Natuurlijk, die heb ik net licht nog beneden. En mijn vader zei al van, kijk uit dat je niks laat vallen, hè. Ik ben zo diep dat bij mij ook kan gebeuren. Dan zit ik dan lekker nog steeds op mijn kamer. En mijn vader zei van, ja, ga jij morgen dan even die L halen? Dus ga ik morgen even die L halen uit mijn werk. Moet ik het dan maar doen? Ja.
Denken jullie vast wel, hoe laat ga je nog slapen? Geen idee. Nou, lig dan lekker in mijn bedje. Zo, pff, koud. Ik heb altijd snel koud altijd. Maar wat ik nu ga doen is dat ik slapen. Een beetje al laat al, dus. Dus tof dat jullie gekeken hebben naar deze vlog. Vergeet niet hier beneden te abonneren en vergeet geen duimpje achter te laten. Veel kijkplezier naar een nieuwe vlog. Ik zeg, laters.